Op elke werkvloer heb je wel eens te maken met een baas, collega's of klanten. Maar hoe is het nou om te werken met dieren? Ik ben Maud en dit is Dierencafé. Veel mensen zijn dol op dieren en werken er graag mee. Denk aan op de boerderij, in de dierentuin en natuurlijk bij dierenspeciaalzaken. Maar sommige mensen zijn bang voor dieren. Zelfs voor ons meest alledaagse huisdier. Carine Krommendijk heeft een hondenschool en geeft therapie aan kinderen om af te komen van hun angst voor honden. Goedemiddag, ik ben Carine en ik ben gevraagd om deze week te vloggen. We zijn op dit moment een speurtocht aan het doen. Op een hele regenachtige middag. Ja, dan is het nu tijd voor de dagelijkse wandeling in deze prachtige omgeving van Den Haag. Lekker hè? Naast alle workshops en speurtochten train ik zelf natuurlijk ook met mijn honden. En vandaag mag ik hem hier speuren. Het is lekker warm en het is een prachtig weertje om in het bos te zijn. Dus nou maar eens kijken of ze degene kan vinden die ze moet zoeken. Vandaag werk ik vooral thuis. En vanmorgen is het gewoon vooral lekker achter de computer thuis werken. Dus allerlei leuke dingen die ik samen met mijn honden doe. Maar nu ga ik gauw naar mijn klant. Hallo Carine, welkom. Hallo. Fijn dat je te gast bent vandaag in ons programma. Welke twee mooie honden heb jij meegenomen? Ik heb Chico bij me, deze jonge man en Camille. Camille, wat een prachtige naam. En wat voor, honden zijn het? Welke ras? Dit is een Shih Tzu. Maakt even een mooi plekje voor hem klaar. En dit is een Barbet, ook wel Franse waterhond genoemd. Prachtig. Hey, en kun je vertellen wat jij precies allemaal doet bij je hondenschool? Ja. Nou, ik heb een bedrijf, Chica Therapiehonden. En daarbij hoort een hondenschool, Chica Hondenschool. Via mijn bedrijf werk ik onder andere met kinderen die heel bang zijn voor honden. Mm-hmm. Daarnaast doe ik speurtochten voor kinderpartijtjes. Workshops geef ik op buitenschoolse opvang. En ik kan ingezet worden bijvoorbeeld in samenwerking met fysiotherapeuten of psychologen. Ja. Waarbij mijn honden dan een taak kunnen hebben. Maar ja. Voornamelijk dus om kinderen bekend te maken eigenlijk met honden. Ja, dat is mijn grootste doel. Hè. Jong geleerd is oud gedaan, zeg ik altijd. Dat kinderen echt... Of ze nou bang zijn of niet, weten dat ook honden hun grenzen hebben. Mm-hmm. En dat op een andere manier aangeven. En dat is met lichaamstaal. En soms is dat wel handig om daar meer van te weten. Zeker als je zelf thuis een hond hebt en veel met honden in aanraking komt. En komen kinderen, of eigenlijk ouders met hun kinderen, komen die vaak bij jou als er al een probleem is? Of ook gewoon preventief? Voor de angst voor honden komen, dan zijn de kinderen meestal al echt bang. Ja, en waardoor, wat zijn voorbeelden waardoor dat zou komen? Is niet altijd bekend. Het kan zijn dat een kind gewoon enorm geschrokken is terwijl ze in de wandelwagen zat. En dan komt in één keer een hond gewoon gezellig snuffelen. Ja. Een hond staat eigenlijk oog in oog. Met een kind. Dus het is een heel ander beeld dan wanneer wij een hond voor ons krijgen. Ja. Maar vaak is het gewoon echt onbekend. Of kinderen zijn er niet mee opgegroeid. Of zijn gewoon weinig in aanraking met de honden. En hoeveel tijd is er gemiddeld nodig vaak om de therapie succesvol te laten zijn bij kinderen? Dat vragen de meeste ouders ook. Ja, snap je. Dat is eigenlijk heel moeilijk te zeggen. Ja. Het hangt een beetje af van het doel wat een ouder heeft. Hè. Ja.
Het kan zijn dat ze gewoon willen dat een kind uiteindelijk ook gewoon lekker naar het strand durft en naar het bos kan. Ja. Zonder iedere keer maar op hun hoede te moeten zijn voor allerlei loslopende honden. Maar ik heb ook klanten die gewoon willen dat ze op straat durven te lopen in ieder geval. Precies. Waar, eigenlijk in alle situaties gewoon comfortabel zijn. Ja, en het ene kind is natuurlijk nog angstiger dan het ander. Ja. Sommige kinderen zijn van zichzelf heel open, dus daar heb ik dan al sneller een contact mee. Mm-hmm. Maar je hebt ook heel verlegen kinderen, dus dan moet je eerst dat vertrouwen winnen. Ja, dus dat is wel heel mooi. Heel mooi dat je dit doet en volgens mij heb je een prachtig beroep. Ja, nou, vind ik ook. Ja, hartstikke goed. Ik ben er heel blij mee. Wist jij dat er ook therapieën met schapen zijn? Nou, met paarden wel. En volgens mij kun je ook koeien knuffelen. Ja, ja. Schapen, klopt, had ik klopt, nog niet klopt. Gehoord. Voor ons programma Dieren in Dienst hebben wij een kijkje genomen bij natuurtherapie Esra Tjemkes. In Dieren in Dienst kijken we naar speciale dieren die elke dag aan de slag gaan om de mens te helpen. Ik zal mijzelf even voorstellen. Ik ben Esra Tjemkes. Na mijn 5-jarige opleiding aan de HVNA ben ik deze zomer mijn praktijk gestart. Ik zie de voordelen voor het werken met dieren. Ja, eigenlijk op alle soorten niveaus. Je kan heel fysiek kan je bezig gaan. En er zijn ook wetenschappelijke studies die bewijzen dat als je in dezelfde ruimte bent met een rustige hond bijvoorbeeld, dat je dan zelf ook minder gestrest bent. Nou, als we dan dus kiezen voor sessie met de dieren, dan kan ik dus kiezen of met de honden of met de schapen. En dat is dan dus afhankelijk van de hulpvraag die er is en de thema's die we gaan behandelen. En dan vervolgens aan de slag gaan met verschillende oefeningetjes. En dan wordt een bepaalde oefening ook een aantal keer herhaald op net verschillende manieren, zodat de persoon kan gaan experimenteren en oefenen met zijn eigen gedrag. En dan de reactie van het dier ziet en daardoor ook positieve feedback krijgt eigenlijk. De sessies met de dieren gaat niet alleen om het knuffelen, om een leuke interactie. Het gaat er ook echt om dat de mens iets leert van die interactie met het dier. Dus je gaat ook echt met jezelf aan de slag. En dat kan heel confronterend zijn. Maar tot nu toe heb ik nog telkens beleefd dat een sessie ook altijd heel erg positief is. Ik let er ook altijd op dat iemand positief naar huis toe gaat. Dus ja, geknuffeld wordt er ook wel. Ben je nieuwsgierig geworden? Kijk dan de hele aflevering van Dieren in Dienst on demand op lifestyleforpets.nl. En als we het hebben over werk, weten veel kinderen vaak al wat ze willen worden. Brandweerman, astronaut of dierenarts. Maar is dierenarts zijn wel een echte droombaan? Atjo, welkom. Fijn dat je er bent. Jij bent al 40 jaar dierenarts. Dus jij kan antwoord geven op mijn vraag. Is het een droombaan? Zeker. Ja? Ik ben nu ruim 40 jaar dierenarts en ik wil het nog 40 jaar doen eigenlijk. Echt waar? Ja. Fantastisch. Maar goed, zo lang zal ik niet meer leven, maar het is een fantastisch vak. Dus dit wilde je als kind ook al worden? Ja, ik wilde toen ik 7 was, wilde ik al dierenarts worden. En dat focus heb ik altijd gehouden. Wow. En ik was niet zo'n briljante leerling. Lagere school heb ik wel gehaald uiteraard, zoals de meeste van ons. Maar dan moest je naar de middelbare school en de tijd is nog naar het gymnasium. Maar daar heb ik heel veel moeite voor moeten doen. Alleen je hebt zo'n passie. Mm-hmm. Je vindt het zo'n leuk vak. En je moest toen je gymnasium doen, wilde je naar de universiteit kunnen. Yeah. En dat ging in het begin natuurlijk ook nog een beetje moeilijk. Want dan krijg je natuur en scheikunde en al die vervelende vakken. En ik was van de middelbare school afgekomen met 8 onvoldoendes en 3 herexamens. Maar we hadden het gered. En de eerste paar jaar dus natuur en scheikunde. En toen ging het over diergeneeskunde. Ja, ja, en ben ook met briljante cijfers afgestudeerd. Dat komt gewoon omdat je passie volgde. En de opleiding, was die een beetje wat je ervan verwacht had? Moeilijker Absoluut. Of makkelijker? Absoluut. Weet ik niet meer of het moeilijk of makkelijk was. Ik heb het gehaald. Ja. En ik denk dat het gewoon komt omdat je zo... Ja, laten we zeggen, als je heel veel passie hebt en je bent gek van je vak, dan kun je heel veel. Ja. En wat zijn de mooiste aspecten van... Je moet om te beginnen, je moet van dieren houden.
Is handig. En dat zie je dan ook meestal in de sollicitatiebrieven van paardenveterinair en dierenarts. Want ik hou van dieren. Ja. Ja, wat is daar mis mee? Ik ben eigenlijk een beetje zielsgebonden met dieren. Ik vind het gewoon fantastisch. En je moet uiteindelijk moet je natuurlijk ook het vak van diergeneeskunde zeg maar leuk vinden. Ja. Dus het is en houden van dieren, maar ook van mensen. Ja. Want aan een dier hangt ook meestal ook een mens. Mm-hmm. En het gaat om de combi. Ja. En als je ruzie hebt met de eigenaar, dan kun je ook de dieren niet goed behandelen. Dus ja. Je moet ook de mensen snappen. Het is een heel sociaal vak natuurlijk. Dat is het, ja, absoluut. Het gaat om mens en dier. Mm-hmm. En dan moet je natuurlijk ook je vak goed doen. Ja. Je moet niet je vak half doen, want dat vak wil je goed doen. Ja, want je houdt van die mensen en die dieren. Ja. En daarom wil je je vak goed doen. Heb je ook wel eens hele gekke dieren binnen gehad dat je dacht, ik weet niet meteen direct wat dit is, ja, wat ik hiermee moet doen. Dat klopt. Ik ben zelfs ooit gevraagd om dierenarts te worden voor de dierentuin. Mm-hmm. En ik heb voor mezelf al heel snel de keuze gemaakt van, dat zijn zoveel verschillende dieren. En ik wil me eigenlijk op één of twee diersoorten focussen. En dat heb ik van meet af aan heb ik dat met name bij honden gedaan. Honden, ja. Dus in, laten we zeggen, in mijn praktijk is 83% wat er komt is hond. Hond, ja. En de katten en de cavia's en de konijnen, die worden door een andere dierarts gedaan. Ja, ja, ja. Dus dat is mijn bewuste keuze. Maar er zijn ook wel dierartsen die zich gespecialiseerd zijn in reptielen bijvoorbeeld. Mm-hmm. En je hebt dan de mogelijkheid om ook, als je dan een reptiel krijgt, hè, dus bijvoorbeeld een agressieve krokodil, dan kun je die doorsturen naar een collega die er meer verstand van heeft dan jij. Ja, en dat gebeurt de laatste jaren natuurlijk steeds vaker, dat er steeds meer gespecialiseerd wordt, ja, omdat je moet wel verstand hebben van zaken. Heb je nog een laatste tip misschien voor jongeren die dit zien en denken, ik wil ook dierenarts worden? Ja, nou, een hele belangrijke tip is dat er heel veel jongelui gek van dieren zijn. Dierenarts worden of paardenveterinair, dus assistenten, is toch een van de meest populaire beroepen. Ja. Maar waar het dan op stuk loopt, is dat ze tijdens de opleidingen denken dat ze het niet halen. En daarom heb ik ook in het begin ook gezegd, zo van, het is zo belangrijk dat je als je het wilt, dan kun je het. Ja. En ik zie ook heel veel paardenveterinairen die zeg maar vanuit een mbo-opleiding zeg maar bij ons in de praktijk komen. Maar dan blijken in de praktijk gewoon kanjers te zijn. Ja. En ook mensen die veel intelligenter zijn en veel meer kunnen leren dan je denkt. En er zijn verschillende mensen die hebben kunnen stimuleren. Dat ze ook uiteindelijk dierarts geworden zijn. Fantastisch. Dus gewoon doel voor ogen en doorzetten. Doorzetten. Niet zeuren. En je doel halen. Dierenartsen zoals jij, Atjo, redden regelmatig levens. En dat doet ook Stichting Hanna in Friesland. Door verwaarloosde dieren op te vangen bij dierentehuis De Achtste Hemel. Hanneke Mol heeft haar leven gewijd aan deze dieren. Kom aan! Ja! Ik ben Hanneke Mol van Stichting Hanna, Dierenthuis De Achtste Hemel. Wij vangen kansloze dieren op, die dus niet meer plaatsbaar zijn. In alle soorten, patiëntjes, senioren, gedumpte diertjes, slachtdieren. We gaan naar Bassie! Goed zo, Bassie! Daarnaast hebben wij een hele leuke, goed lopende herplaatsafdeling. Dus als mensen zich melden voor dieren die kansloos zijn om te herplaatsen, hebben wij eventueel ook nog mogelijkheden. Dat is lekker. Hey, lieverd. Hallo. De vrouwtje was overleden. En toen is ze op straat gedumpt, in het bos gedumpt. Maar nou is ze herplaatst, krijgt dan een topplekje. Ja? Ja, een hele lieve vrouw. Ik heb het altijd in me gehad dat ik dit wilde doen. Ik heb alleen een beetje last van zijwind gehad. Maar een jaar of 5 geleden heb ik de stap genomen om dit, om hier een vorm van leven van te maken, zeg maar. Dus bijna 4 jaar geleden is de stichting in het leven geroepen. Nou zijn we hier. Wat bijzonder om te zien dat Hanneke haar huis heeft opgegeven voor de dieren. Niet iedereen is in staat om dit te doen, maar dat is gelukkig ook niet nodig. Er zijn veel instanties die op zoek zijn naar vrijwilligers om de dieren te helpen. En Stichting Dierenvoedselbank Amersfoort is er één van. Hallo Monique. Hoi. Welkom. Dierenvoedselbank Amersfoort, dat is jouw initiatief, hè? Klopt. Kun je vertellen wat jullie allemaal doen? Wij verstrekken voornamelijk dierenvoeding aan mensen met een inkomen onder het bestaansminimum.
Dus denk aan mensen die bij de gewone voedselbank lopen. Mensen die meestal ook in de schuldsanering zitten. Die lopen niet altijd bij de voedselbank. Maar we proberen ze vaak toch net even dat steuntje in de rug te geven. Ja. En ja, ze kunnen bij ons terecht voor dierenvoeding. Maar ook voor bijvoorbeeld een mand. Of als een konijn een hok kapot heeft gemaakt. Of precies, alles wat je nodig hebt om voor je huisdier eigenlijk te kunnen wel zorgen. Ja. En vanuit welke passie ben jij dit eigenlijk opgestart? Nou ja, ik weet zelf hoe het is om van een minimuminkomen rond te komen met huisdieren. Ik weet dat dat echt eindjes aan elkaar knopen is. Maar als je dan inderdaad een inkomen daar nog onder hebt, is het nog moeilijker. En zeker als mensen inderdaad echt ja, een bepaald budget per week krijgen om van te leven, is het gewoon heel lastig om dieren daarvan te onderhouden. Ja. En ja, dat. En de consequentie is dan dus dat je of je dier weg moet geven of, ja, of erger nog. Ja, klopt. Ja, en dierenartsen laten over het algemeen geen gezonde dieren inslapen. Bij het asiel betaal je afstandskosten. Dat is ook iets waar veel mensen niet over nadenken als ze zeggen, nou, dan doe je je hond maar weg. Ja. Maar ja, voor die mensen is het gewoon vaak ook het enige wat ze hebben. Ja. En dat, ja. Nou, dat is prachtig dat jullie zorgen dat dat in ieder geval onderdeel van hun leven uit kan blijven maken. Maken jullie veel gebruik van vrijwilligers? Ja, wij draaien echt volledig op vrijwilligers. Er zijn geen betaalde functies. Dus eigenlijk iedereen die ons helpt, doet dat vrijwillig. Ja. En hoe moet ik het voor me zien als mensen contact met jullie zoeken? Is dat dan eerst per online, bijvoorbeeld via internet? Of gaan mensen langs op een bepaalde locatie? Nee, we hebben een website. Daar staat inderdaad wat informatie over wat we doen. Ja. Maar ook hoe mensen zich kunnen aanmelden. En we hebben dus een online formulier dat mensen gewoon kunnen invullen thuis op hun gemak. Mensen die klant zijn bij de voedselbank in Amersfoort, de reguliere voedselbank, die kunnen daar een verwijsbrief krijgen voor ons. En dan zeggen we ook al, meld je wel even aan via internet. Dan zorgen we ook gewoon dat we alle gegevens bij ons hebben. Ja, precies. Dan kun je een pakketje komen halen. Zorgen dat we het voer voor jouw dier klaar hebben staan. Geweldig. Ja. En werken jullie met veel partners samen? Nou ja, de gewone voedselbank inderdaad in Amersfoort. We hebben natuurlijk het een en ander aan sponsoren nodig. Ja. Dus ja, dat is dierenwinkels, dierenartsen. Ja. Met dus bij name deze voor een oproep meteen, hè? Voor, ja, voor mensen die absoluut enthousiast zijn. Jullie hebben steun nodig, hè? Ja, ja, wij draaien echt volledig op giften. En dat is fantastisch natuurlijk vanuit bedrijven. Maar als er mensen zijn die dit zien en denken, ik wil ook wat doen. Nou, vrijwilligers kunnen we altijd gebruiken voor allerlei verschillende functies. Ja. Financiën, ja goed, donaties in geld is altijd welkom. Met name voor dieetvoer, want dat is voor veel mensen natuurlijk het meest lastige om aan te schaffen, omdat dat heel duur is. Ja. Eventueel om tegemoetkoming in dierenartskosten kunnen we daarmee doen. Ja. En ja, goed, voer is altijd welkom. Ja. Dus als mensen nog een zakje voer hebben liggen wat ze zelf niet meer gebruiken voor hun dier, ook al is het open, ja, precies, het is altijd welkom. Nou, ik vind het fantastisch wat jij en alle vrijwilligers samen met jou allemaal doen. Jullie werken hartstikke hard voor de dieren en de mensen. In het dierenrijk zijn er ook hele harde werkers. Dieren die je wellicht vergeet, maar de hardste werkers zijn van allemaal mieren. Het leven in een mierenkolonie is zeer gestructureerd. Iedere mier weet zijn taak in dienst van hare mierenmajesteit. De koningin controleert de kolonie die voornamelijk bestaat uit steriele werksters. Elke werkster weet wat te doen, als het nou gaat om kraamzorg, verdediging van de kolonie of het vinden van voedsel. De mannetjes hebben echter een aparte rol in de kolonie. Na hun geboorte helpen ze niet mee met de dagelijkse werkzaamheden en hun enige taak is het bevruchten van een nieuwe generatie koninginnen. Een luizenleven, zo lijkt het. Maar vlak na de paring sterven de mannen en stichten de vrouwen nieuwe kolonies en regeren soms langer dan 20 jaar. Ontzettend harde werkers zijn mieren dus. Net zulke harde werkers als al mijn gasten van vandaag. Atjo, merk jij in de praktijk dat er steeds apartere dieren voorbij komen? Ja, ik heb mezelf altijd geconcentreerd met name op honden, dus dan zie je die het meeste voorbij komen. Maar ik heb wel de indruk dat er wat apartere dieren, zeg maar, in de praktijk gezien worden. Ik werk nu samen met een collega, die komt uit de wildlife, maar die doet ook aan die aparte dieren. Ja. En dat zijn slangen en reptielen en dan vergeten hobbyvarkens niet. En nou ja, wat ze allemaal in huis halen tegen, maar die loopt dan in huis, hè? Dat is een varken wat in huis loopt. Dus op het gebied van vogels natuurlijk. Heel veel bijzondere tropische vogels. Ja.
En zijn er dieren waarvan jij denkt, weet je, je hebt natuurlijk al gezegd dat jij je specialiseert, hè, in honden. Maar zijn er dieren waarvan jij denkt, daar hoef je sowieso überhaupt niet mee bij mij aan te komen? Dieren waar je misschien zelf mee... Nou, daar kan ik heel snel in zijn, want ik behandel honden en katten. En dat zal nog een keer een konijn zijn, maar dan houdt het bij mij op. Ja, precies. Dus voor alle andere dingen moeten mensen even ergens anders. Ik heb wel wat dieren in de dierentuin behandeld, maar daar was ik dan wel heel gauw klaar mee. Ja, precies. Monique, merk jij dat bij de voedselbank, dat mensen apartere voedsel... wensen hebben? Ja, het is inderdaad voornamelijk honden, katten, knaagdieren, maar inderdaad ook vogels, ook tropische vogels. Mensen met een tropisch aquarium die daar speciaal voer voor willen hebben. Ja. Maar inderdaad ook een cliënt met een slang. En jullie kunnen daar allemaal, hebben jullie daar wat voor alle... Bijna alles. Voor de slangen is het wat lastiger. Ja. Die eten toch vaak of verse muizen of ingevroren muizen. En ja, dat is voor ons wat lastiger om dat voor elkaar te krijgen. Ja, precies. Ja. En Carine, jij focust je nu op angsten voor honden, hè? Ja. Maar zou je met je therapie ook verschil kunnen betekenen voor angsten voor andere dieren bijvoorbeeld? Nou, er zijn wel kinderen die ook bang zijn voor allerlei dieren, maar ik focus me inderdaad vooral op honden. Katten bijvoorbeeld weet ik niet zo heel veel. Nee. Het kan wel zijn dat wanneer ze de angst... overwonnen hebben voor honden, dat ze misschien daarna ook wat meer vertrouwen hebben in andere dieren. Maar dat durf ik niet te zeggen. Ja, precies. Misschien iets voor de toekomst. Ja. Ik wil jullie allemaal bedanken voor jullie aanwezigheid. Atjel, Monique, Carine. Succes met al jullie werkzaamheden. We sluiten ons programma eigenlijk altijd af met een selfie. Dus ik wil jullie vragen of jullie naar mij toe willen komen. En dan gaan we een mooie foto van ons maken. Dus eventjes kijken. Oké. Past het? Ja. 1, 2, cheese! Dank jullie wel. Ja. Dank jullie wel. Werken met dieren, het blijft een vak apart. En voor meer informatie over ons, dan kun je kijken op onze site lifestyleforpets.nl. En je kunt ons volgen op Facebook en Instagram. Want bij Lifestyle for Pets zijn we er voor mens en dier. Dag!